Welkom bij de Kat Kolno podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe podcast aflevering van de Kat Kolno podcast. En vandaag heb ik te gast Louise van der Linden. Hey Louise, welkom. Hi Kat, dankjewel. Goedemiddag. Wat leuk dat jij er bent. Ja. Ik vind het echt heel leuk om jou te interviewen, want ik ken jou helemaal niet. Nee, ik weet helemaal, eigenlijk bijna niks over jou. Ik weet één ding weet ik over jou. En dat is dat je iets met Zweden hebt. En daar gaan we het vast over hebben straks. Maar ik vind het leuk om eerst eventjes te weten, wie ben je, heb je al verteld. Maar wat doe je, wat houdt jou bezig, wat drijft jou? Wie is Louise? Vertel. Wie is Louise? Nou, ik ben 52 jaar inmiddels en ik ben geboren in Portugal. Dat is een dorpje onder de rook van Rotterdam. En inmiddels woon ik in Barendrecht. Ik heb een dochter gekregen en woon nu samen met een man die heeft twee zoons. Dus wij hebben een samengesteld gezin. Ja, mijn werk. Ik heb jarenlang op een internationaal verhuisbedrijf gewerkt toen ik jong was. Later ben ik via school van mijn dochter gaan werken op de scholen. Ik was gestopt met werken omdat ik voor haar wilde zorgen. Ik wilde echt voor mijn kind zorgen. 7 jaar echt fulltime ben ik moeder geweest. En daarna werd ik gevraagd door de directeur van de school en later door de bovenschoolsdirecteur. Wil je niet voor ons secretariële werkzaamheden doen? En dat heb ik steeds afgehouden, want ik denk, dan zit ik op school van mijn dochter. Daar loop ik dan rond en dat geeft haar misschien een gevoel van, in ieder geval van niet vrij zijn. En dat wil ik voorkomen. Dus ik heb met haar over gesproken, want ik kreeg 3 keer die vraag. En toen dacht ik van, als ik nou 3 keer een vraag krijg, dan moet ik het misschien wel doen. Allemaal heel goed verlopen. Ik heb altijd goed kunnen scheiden van elkaar. En ik heb daar jarenlang gewerkt en op een gegeven ogenblik kwam daar bovenschools manager. En dat was een hele bijzondere man waar ik ontzettend veel van geleerd heb. En wat mij toentertijd ook heeft doen besluiten om uit vast dienstverband te gaan. Voor mijzelf te beginnen, omdat dat een droom was van mij. Ik wilde graag vrij zijn, vooral. En dan vrij in de zin van dat ik zelf besluiten kan nemen en zelf baas ben over mijn eigen tijd en zelf de dingen kan doen die ik leuk vind. Dus ik heb toen de stap gemaakt om voor mijzelf te beginnen als freelance secretaresse managementassistente. En mijn eerste opdrachtgever was ook die organisatie binnen het onderwijs. En ik ben toen ook heel erg gesteund door die bovenschoolsmanager. Die heeft mij heel erg veel geleerd. En vooral geleerd om naar jezelf te luisteren, maar ook naar mensen te luisteren. Echt te luisteren naar wat mensen te vertellen hebben. En dat heeft mij, heeft van mij ook een ander mens gemaakt. Qua gezin kom ik gewoon uit een traditioneel gezin. In die zin van dat mijn vader werkte. Heel veel op reis was en dat mijn moeder degene was die het thuis regelde voor mij en voor mijn zusje dan. Ik heb nog een jonge zusje. En dat is heel een heel traditioneel gezin. Daar heb ik een hele goede jeugd gehad. Want mijn vader had een goede baan, was wel veel van huis. En dat maakt het natuurlijk ook weer moeilijk als iemand dan een week weg is, weer terugkomt in een gezin en zich dan met de gang van zaken gaat bemoeien. Dat vond mijn moeder moeilijk. Nou, dat zijn dingen, daar heb ik ook nog moeite mee. Dat is iets wat ik toch vanuit mijn jeugd heb meegenomen. Dat merk ik nu. Dat merk je op een gegeven ogenblik. Dat je natuurlijk dingetjes met je meesleept. Maar ik heb een goede jeugd gehad. En ik heb de kans gekregen van mijn ouders om als jong meisje. Wij woonden in een dorpsgemeenschap met een kerk en een paar boerderijen. En daar heb ik, daar was een boerin en die had ponies. En daar mocht ik leren paardrijden. Dan in de blubber, in de regen, in de wind. Er was niks wat je tegenwoordig een manege zou noemen. Nou, dat woord kenden we niet eens. Het was gewoon blubberen en overleven. En daar is mijn liefde voor dieren vooral ontstaan. In de eerste instantie natuurlijk voor paarden. En later,
allerlei andere dieren en vooral schapen op de een of andere manier een enorme liefde voor schapen ontwikkeld. Daar al als klein meisje zat ik al op mijn knietjes bij de bevallingen om te kijken hoe dat allemaal ging. En als er wat geholpen moest worden, dan mocht ik dat doen met mijn kleine handje. Van jongs af aan een buitenmens. Echt dat boerinnenbloed, dat stroomt door mijn aderen. En ik aan de andere kant vind ik het ook ontzettend leuk, het werk wat ik nu doe als secretaresse, waar je gewoon dan netjes in je keurige kleding bij een vergadering van een raad van toezicht of iets dergelijks zit te notuleren. En die switch en die twee kanten, dat vind ik heel erg leuk. Dat boeit mij heel erg, dat houdt mij bezig. Grappig, wat leuk. Ja, want ik zal je vertellen hoe we, even aan de luisteraars, hoe wij bij elkaar in zicht gekomen zijn, om het zo maar even te noemen, is omdat ik laatst Debbie heb geïnterviewd. En Debbie die was op dat moment in Zweden. En die heeft heel veel met Zweden. Dat is haar lievelingsland. En toen zei ze van, ja, je moet ook Louise interviewen. Want die heeft ook iets met Zweden. En ik, grappig genoeg, heb ook iets met Zweden. Dus ik ben even nieuwsgierig. Wat heb jij met Zweden dan? Met Zweden? Nou, ik heb... mijn huidige man, dat is mijn tweede man, die heeft in zijn werk toen... Die jonger was jarenlang elke maand een week of twee weken in Stockholm gewerkt. En dat is heel veel jaren achter elkaar. Dus hij kent Stockholm echt heel erg goed. En toen ik hem leerde kennen, toen zei hij van... volgens mij, omdat ik zo'n natuurmens ben, ik ben echt heel graag buiten met de hond. Voor regen, wind, ik vind dat gewoon echt zalig, al die seizoenen. Daar geniet ik volop van. En hij zei van, nou, volgens mij moet jij eens naar Zweden. Want dat is zo'n mooi land. Dat is zoveel uitgestrektheid, zo'n ruige natuur. Zoveel mooie dieren natuurlijk. En echt nog veel wilde dieren die daar leven. Dus toen zijn wij onze eerste vakantie zo'n beetje door van Zuid-Zweden met de auto gewoon van Kopenhagen over de bridge natuurlijk, de Öresundbrug, zijn we gereden. En toen zijn we vanuit verschillende adressen richting Stockholm uiteindelijk gegaan. En maar één van de adressen waar wij gingen overnachten, dat was een bed and breakfast bij een schapenboerderij. En dat was allemaal niet afgesproken, maar één van de huisjes die we hadden gehuurd voor een aantal dagen, die werd geannuleerd. En toen heeft mijn man een oud collega gebeld van, joh, nou zijn wij zo dicht bij Stockholm, waar we... Ja, er is een huisje geannuleerd. Heb jij nog een adres waar wij eventueel kunnen verblijven voor een dag of drie, vier? Nou, dat werd een heel ingewikkeld verhaal, wat uiteindelijk een grote verrassing was. Maar we werden dus bij een schapenboerderij, was een bed and breakfast vrij, waar wij konden verblijven. En uiteindelijk bleek dat de schoonzus te zijn van de oud-collega van mijn man. Nou goed, wij hebben daardoor... echt een fantastische tijd daar gehad en gelijk opgenomen in die familie. Wat heel bijzonder is, want de Zweden die zijn niet zo snel arm om je heen en kom maar binnen. Een Zweed is in de basis eigenlijk een beetje afhankelijk, kat uit de boom kijken. Maar doordat wij natuurlijk via die collega en zijn schoonzus daar kwamen, werden we ook gelijk uitgenodigd voor een diner en een verrassingsbarbecue. Nou, dat was geweldig, maar zij had ook een schapenboerderij, of een boerderij met allemaal schapen en... dat vond ik vooral geweldig. En zij nodigde mij uit om het jaar erop te komen in het voorjaar, als de schapen zouden gaan bevallen, om dan een weekje in die bed and breakfast te komen. Ze zegt, dan kom je gewoon alleen, dan eet je bij mij, dus een vrouwelijke boerin. En dan kan je misschien helpen, of misschien kan je ze wat flesjes geven. Vind je dat leuk om bij die schapen te zijn? Nou ja, dat heb ik gedaan en dat was één week. En dan dacht ik, ja, dat is helemaal niks. Een week is niks. Dus dat jaar erop ben ik toen drie weken gegaan. En uiteindelijk ben ik 8 jaar lang daar naartoe gegaan. En op den duur was dat vanaf half maart tot eind juni. Dus dat waren dik 10 weken. En ben ik daar zo ingegroeid dat ik die hele kudde tot op mijn duimpje kende. Het waren allemaal rasschapen. Ik hield ook het computerprogramma, het FOK-programma bij op de computer.
Ik wist wie de vader was, wie de moeder was. Het hele systeem, alles werd bijgehouden. En ja, ik heb daar een geweldige tijd gehad. Enorm veel vertrouwen gekregen. En 101 bevallingen gedaan. En prachtig. En dat is echt... Ja, Zweden is daardoor voor mij zo speciaal geworden. Vooral ook omdat je staat 's morgens vroeg op om naar de stal te gaan, om te kijken wat er geboren is. Je bent tot laat in de avond bezig. Ja, de verandering van het seizoen van maart, van dat het nog echt winter is, naar juni, dat het gewoon de meest prachtige maand is en alles gaat bloeien. En tussen de werkzaamheden door, struinen door de bossen, over de velden. Ik heb altijd mijn hond bij me. En ik was alleen en mijn man vond dat ook allemaal prima. Ja, dat is een cadeau. Dat is geweldig. Plus dat ik mijn werk, als ik maar internet heb, kan ik dat overal doen. Dus ik kon gewoon mijn werk meenemen, daar genieten en werken. Hè, vooral fysiek hard werken, want de eerste paar dagen dan denk je van, nou, dit ga ik nooit volhouden. Over die hekjes heen klimmen, die boksjes van die schapen, achter een schaap aan bevalling doen. Het is fysiek hard werken, maar ja, enorm goed voor je hoofd. Je knapt daar enorm van op. En zeker ook het wandelen alleen. Hè? Door de velden struinen, door de bossen. Je hebt daar geen, bewegwijzering. Dus je gaat op je intuïtie. Je moet wel een beetje in de gaten houden waar je bent, want anders verdwaal je echt. Maar het is heel goed voor je geestelijke welzijn. Om op een hele andere plek te zijn, dat ten eerste. Maar ook in de natuur, je heel erg verbonden te voelen met de natuur. Te leren van de natuur. En ja, ook te leren van de dieren. Hoe zij bijvoorbeeld met zo'n bevalling omgaan of met elkaar omgaan. En dus Zweden heeft van een heel klein plekje, is dat een heel groot deel nu van mijn leven geworden. Ja. Mooi verhaal hoor. Het is gewoon een soort schapenboerin, half schapenboerin, half secretaresse. Ja. Wat een grappige carrière. En ook leuk dat je denkt van dat kan niet, maar dat kan dus wel. Ja, dat kan wel, ja. Je kan alles combineren. Ja, je kunt zeker alles combineren. En wat heel belangrijk is, denk ik, als je het kan, en dat is niet iedereen gegeven, maar als het je lukt om bij je gevoel te blijven en als je weet dat je dat bijvoorbeeld heel erg leuk vindt. Ik wist als kind al op die boerderij dat met die ponies in die blubber en in weer en wind. Hè, want ik heb ook gewoon geleerd om naar de lucht te kijken in plaats van naar buienradar op mijn telefoon. Dat print je dus in. Dat leer je als jong kind. Leer je wat de natuur is en wat het weer is. En ik denk dat mijn geluk is dat ik daar zoveel plezier uit heb gehaald en zoveel liefde en zoveel rijkdom van voelde. Dat ik ook wist van, nou, dat moet ik volhouden. Dus alle keuzes die je maakt in je leven, moeten daar wel in passen. Dus de reden dat ik niet meer in dienst wilde zijn van een baas, is omdat ik baas over van mijzelf wilde zijn. Kijk, als ik hier naar buiten kijk in mijn kantoor en ik zie de zon schijnen, of weet ik het wat voor weer, en ik denk, nou ga ik naar buiten, dat ik kan zeggen van, oké, nu ga ik naar buiten, nu ga ik daarvan genieten, en nu ga ik op een later tijdstip, hè, vanavond na het eten, ga ik dan maar mijn werk afmaken. Hè, als dat kan. Het is ook natuurlijk niet altijd dat kan. Als ik bij een opdrachtgever zit, dan kan ik ook niet wegrennen, maar ik heb wel het zo geregeld voor mezelf dat ik een zekere mate van vrijheid heb gecreëerd. En dat heb ik gemerkt dat zo belangrijk is. Dat je ja, dromen daarom ook naar kan jagen. Maar het heeft natuurlijk met meer dingen te maken. Ik heb ook een partner nu getroffen die mij het gunt dat ik mijn droom kan leven. Er zijn 3 volwassen kinderen die helemaal op zichzelf zelfstandig zijn, op zichzelf wonen. Gedeeltelijk nog thuiskomen. Maar daardoor kan je natuurlijk ook
veel meer je droom leven. En mijn droom is wel om uiteindelijk in Zweden te gaan leven. Ja. Cool. Hey, en je had het al eventjes over je jeugd. En in deze podcast hebben we het over rijkdom in de brede zin van het woord. En over je goud. Maar rijkdom gaat ook over geld. En ik vroeg me af, wat heb je van huis uit daarover meegekregen, over geld? Geld? Nou, mijn vader had een goede baan. Wij hadden het financieel goed, maar dat realiseer je pas later. Als kind zijnde wist ik dat niet. En er werd ook geen geld over de balk gesmeten. Wij leefden wel gewoon als een gezin, zoals mijn vriendjes en vriendinnetjes ook leven. Er was helemaal niks raars aan. Achteraf denk je van ja, dat ik een pony kreeg toen ik 10 jaar was. Dat was natuurlijk niet iedereen gegeven. Mijn zusje die was heel erg gek op, hoe noem je dat, mountainbiken. Die kreeg dan op een gegeven ogenblik een mooie mountainbike. Als je op dat moment zie je dat niet als kind. Later zie je dat wel, dat je denkt van ja, dat krijgt niet iedereen. En ik heb dat echt altijd zo enorm gewaardeerd. Juist omdat mijn ouders altijd hebben gezegd, een van de uitdrukkingen was van bijvoorbeeld, van hard werken is nog nooit iemand dood gegaan. Dus wij moesten mijn zusje en ik, wij moesten wel altijd, toen we 14, 15, 16 waren, moesten we wel een baantje zoeken. En ik vond het dan niet prettig om een baantje bijvoorbeeld op zaterdag te hebben of door de week, want ik had natuurlijk mijn pony en ik voelde me ontzettend verantwoordelijk voor dat diertje. En daar moest ik elke dag naar school naartoe van mezelf en ook in het weekend. Dus ik had op een gegeven ogenblik alle schoolvakanties had ik een baantje. Had ik bij kantoor, dus dossiers opruimen en allemaal van dat soort geneuzel. Dus dat deed ik dan in de 6 weken zomervakantie allemaal in die weken. En dan had ik geld om de rest van het jaar. Ik weet niet eens meer wat ik ervan moet kopen. Volgens mij hoefde dan nog niet eens kleedgeld te zijn. Maar gewoon sparen. Dat was ook iets wat gezegd werd. Je spaart voor iets. Als je iets wilt kopen, dan spaar je ervoor. We gaan niet lenen. En als je het nog niet kan kopen, dan moet je of harder werken of langer doorsparen. Dus dat is wel iets wat ik van huis uit heb meegekregen. Dat als je iets koopt, dat het ook wel, heb je het echt nodig en is het wel waardevol? Is het je waard om daar je geld aan te besteden? Dus dat. En als je geld hebt, waar geef je het nu dan graag aan uit? Waar ik het aan uitgeef, ja. Dat is niet aan uiterlijk vertoon. Dus dat zou ik dan meer onder een beleving of zo. Daar zou ik het onder. Om te willen noemen. Dus het gaat mij vooral om jezelf te verrijken, maar meer in geestelijke zin. Maar ook om jezelf en je gezinsleden, de mensen waarmee je bent, om de sfeer te verhogen. Om te zorgen dat je het goed hebt met elkaar. Dus dat je lekker kan eten met elkaar. Dat je, als je daarvan houdt, een wijntje kan drinken met elkaar. Een goed gesprek kan hebben met elkaar. Dus daar moet de omgeving prettig voor zijn. Dus daar. Ja, besteed ik daar mijn geld aan? Ja, daar besteed ik mijn geld aan. Daarvoor heb ik een huisje in Zweden gekocht. En om daar iets te vinden wat ik hier in in het Wilde Westen niet vind. En hier in het Wilde Westen is mijn huis dan een rustplaats. Dus het is ook niet zo. Ik hou niet zoveel van veranderingen. Ik vind dat niet nodig. Ik voor uiterlijk dan, hè. Dus veranderen van meubels, kleding. Nee, goed is goed. Ik ben meer van de, hoe noemen ze dat ook alweer in Scandinavië? Hygge? Lagoon? Hygge? Ja, fika. Ja, fika, dat is in Zweeds. Eigenlijk, ja, in Nederland hebben we dat niet. Maar het staat voor een sociaal moment met je familie of je collega's of je vrienden. En dan lekker koffie drinken of thee met wat lekkers daarbij. Ja, dat is echt een moment creëren. Ja. Tijd nemen voor elkaar. En zo'n sfeer neerzetten. Ja. Dat het prettig is om wat langere tijd bij elkaar te zitten. Ja. Ja. Maar ook een soort van de sfeer inderdaad. Gezelligheid, ja. Dat soort dingen. Een beetje cozy, warm gevoel. Lagom, hè, zeggen ze dan in Zweeds ook. Dat is van,
Niet te en ook niet te minimaal, gewoon precies goed. Leuk hebben en ook zorgen voor elkaar. En dat vind ik ook heel erg belangrijk. En dat mis ik ook heel erg hier in het Wilde Westen, dat er niet meer zo voor mensen in aanvang, in de basis gezorgd wordt. Het gaat allemaal zo snel en het is allemaal zo hard, verhard. En ik wil heel graag met mijn huisje in Zweden en het concept wat ik daarmee heb, dat een beetje terugbrengen. Lief zijn voor elkaar en ook lief zijn voor jezelf. En een sfeer creëren dat je het gewoon goed hebt met elkaar, zonder allerlei exceptionele dingen te moeten doen. Weet ik het, dure wijnen, glitter, jurken, bla bla bla. Nee, daar ook helemaal niet van. Voel je vooral goed. Voel je vrij om te zijn wie je mag zijn. Maar dat huisje ik begrijp dat dat huisje in Zweden, dat je dat ook verhuurt of dat je daar iets mee doet? Nee, ik verhuur het niet. Het is mij echt een beetje heilig. Ik had in de tijd dat ik alle jaren op de schapenboerderij werkte, wat nu voorbij is omdat die boerin gewoon te oud is geworden en nog maar een heel klein koppeltje schapen over heeft. Dus dat is gewoon qua werk voorbij. Dus ik heb gedacht, ik wil daar wel zelf iets hebben. Ik had daar altijd op die boerderij een klein huisje en ik wil ergens anders dan een huisje hebben. Nou, dat heb ik gevonden, maar het feit dat ik daar naartoe ging in mijn eentje en hup, die hond in de auto, dan reed ik naar Zweden, daar deed ik er 2 of 3 dagen over, dan zat ik wat noordelijker. En dat heb ik gemerkt dat vrouwen, met name vrouwen, die zeggen dan zo wat stoer dat je dat durft, dat je dat doet. En je spreekt de taal niet. Nou, dat was toen, maar nu spreek ik de taal wel. Maar gewoon het feit dat je dat doet, dat heb ik gemerkt dat vrouwen dat ook heel graag zouden willen, maar dat er altijd iets is, en dat is bij iedereen verschillend, maar er is altijd iets wat hun tegenhoudt. En in mijn huisje in Zweden wil ik vrouwen uitnodigen, of ik geef vrouwen de mogelijkheid dat ze naar mij toe kunnen komen, 1 vrouw per keer. Want ik denk dat het werkt als je alleen komt, dat weet ik uit ervaring. 1 vrouw per keer die dan in mijn huisje woont, samen met mij en met mijn hond. Om te laten ervaren hoe het is om in midden in het bos te wonen. In de stilte, in de donkerte. Met best wel veel wilde dieren om je heen. Hè. Denk aan zwijnen en elanden en vossen. Maar ook de mogelijkheid en de kans te geven om gewoon te doen waar je zelf is een week lang zin in hebt. Als je zin hebt om gewoon je boek uit te lezen of een boek te lezen, dat daar de vrijheid voor is. Of wil je schilderen of wil je wandelen. Het is een schitterende natuur. Maar ik wil zo graag dat vrouwen, of ik gun het zo vrouwen, dat ze net als ik tot zichzelf kunnen komen in de natuur. En in de stilte en de rust. Zonder al deze prikkels die we hier in het Westen hebben en alle verplichtingen die er zijn. En die je jezelf ook oplegt. Dat je kan zeggen van, nou, ik ga naar een andere omgeving. Ik word daar opgevangen. Dus je hoeft de taal niet te spreken. Je hoeft ook geen auto te rijden als je dat niet wil. Ik haal je op. Je bent bij mij in huis. Je hebt de hele bovenverdieping voor jezelf. Met een goed bed en een lekkere bank om op te lezen. Er is geen televisie. Er is wel een radio. En het is eigenlijk een beetje back to basic. Maar wel met de luxe die we wel gewoon willen. Dus er is gewoon een lekkere warme badkamer. Er is warm water. En er is alle gelegenheid om te doen wat je altijd al eens een keertje heel graag zou willen doen. En dat is voor heel veel vrouwen, heb ik inmiddels begrepen in al die jaren, om gewoon eens alleen te zijn. Dus bijvoorbeeld weg van een druk gezin. Of bijkomen als je in een burn-out hebt gezeten of daar nog in zit. Een zieke ouder hebt lang verzorgd of nog verzorgd. Maar dat je eens echt me-time krijgt. Dus echt tijd voor jezelf. Ik ga niks van je vragen. Ik ben ook geen entertainmentbureau. Ik bied alleen maar mijn huis aan. Om daar voor eenmaal tot rust te komen. Omdat ik dat vrouwen zo gun. Ik weet dat als je gaat wandelen bijvoorbeeld in de natuur, dat je gedachten, doordat je in een andere omgeving bent, doordat je gewoon los bent van alles en iedereen. Internet is ook niet goed daar. Dus je gebruik van je mobiele telefoon, dat wordt door de omstandigheden gewoon al beperkt. En je prikkels zijn daardoor veel minder. En je zet daardoor
Jezelf in een ander perspectief, je problemen in een ander perspectief, je bekijkt het van een andere kant, of zelfs van meerdere kanten. En je zet het soms ook gewoon op een rijtje. Dus je komt daar vandaan en dan is er niet direct iets opgelost, maar het kan wel zo zijn dat de hele scherpe kartelranden van een probleem waar je mee worstelt, dat die wat ronder zijn geworden. Dat je daar dat het allemaal wat draaglijker is geworden voor jezelf. En ik heb voor de rest helemaal geen opleiding voor wat voor coach dan ook. Ik ben wel begonnen met de opleiding wandelcoach, maar ik wil vooral, ik kan een fijne gesprekspartner zijn, maar het gaat er helemaal niet om dat je je verhaal aan mij vertelt of dat ik mijn verhaal aan jou vertel. Maar ik bied een heel gezellig onderkomen en een typisch Zweeds onderkomen ook. Dus het is echt een Zweedse stuga. Een rood huisje met een dakje erop. Een hele grote tuin die aan drie kanten het bos ingaat. En door daar te zijn, valt er zoveel van je af. En het gevoel dat je altijd hebt in Nederland, dat je een druk hebt. Dat je haast hebt. Dat je altijd een volgende afspraak hebt. Dat valt daar weg. En dat is die ervaring, die maak je voor de rest van je leven. En dat gun ik vrouwen. En waarom vrouwen? Gewoon omdat het anders te ingewikkeld wordt als er een man komt. Dat vindt mijn man niet leuk. En ik denk dat dat ook niet werkt. Ik vind het ook typisch iets voor... ik gun het ook een vrouw. Laat ik het zo... Ja, dat is het eigenlijk gewoon. Ik gun het vooral een vrouw. En die hebben in het algemeen ook meer moeite om in eentje dingen te gaan doen. Misschien dat is mijn ervaring ook. Ik reis altijd alleen al jaren overal heen. Ook lange tijd en ook, maakt niet uit waarheen eigenlijk. Ja. Ik ga ook alleen uit eten, alleen naar de bioscoop. Ik doe heel veel dingen alleen. En dan zeggen mensen inderdaad altijd, wat stoer van je. En dan denk ik, stoer is niks, stoer is echt niks. Ik heb gewoon geen zin om te onderhandelen over waar ik naartoe moet. Ik heb geen zin om welke film of welk restaurant. Ja. Ik heb gewoon, als ik er zin in heb, doe ik het gewoon. Heerlijk. Maar het is blijkbaar, is het best wel bijzonder als je dat doet. En dat zou het eigenlijk moeten zijn. Dus ik vind het wel heel mooi dat jij dit... Ja. Je maakt space voor mensen om voor vrouwen om dat ook te ervaren. Dus het is toch bij vrouwen iets alsof het gevoel alsof ze er altijd moeten zijn. Of dat ze altijd alle ballen hoog moeten houden. En dat ze uiteindelijk doordat er altijd iets is... kiezen ze niet voor zichzelf en zit er heel diep van binnen gewoon een grote wens om, al is het maar eens een weekje, want het gaat om een week, want ik denk dat het gewoon heel goed is om niet korter dan een week te zijn, omdat het dan nog een haasttoestand wordt. En als je langer dan een week bent, dan kan het ook zijn dat dat te lang is, weet je. Het kan altijd nog een keer herhaald worden, maar een week geeft je de kans om eens goed na te denken, om eens naar je eigen situatie te kijken. Hè? Wat wil je nou eigenlijk met je leven? Is dit wat het is? Ben je gelukkig? Het hoeft allemaal niet zo heel problematisch te zijn, helemaal niet. Het kan gewoon ook zijn dat je zegt van, nou, ik wil gewoon lekker daar om eens gewoon gigantisch te knallen en heel veel kilometers te gaan wandelen. Omdat ik gewoon een gigantische wandelaar ben en dat wil ik eens een keertje in Zweden doen. Weet je, dat is ook allemaal prima. Maar het gaat er vooral om de kans te bieden dat er een plekje is in Zweden waar je naartoe kan als vrouw zijnde om gewoon eens even lekker helemaal jezelf te zijn. En ik verzorg je in de zin van er is een dak boven je hoofd, er is een goed bed, er is eten, er is drinken. En als je ergens naartoe wil, dan kan dat. Maar wat ik zeg, ik ben geen entertainmentbureau. De input komt van jou. Ik kan alleen faciliteren. En dat is... iets waarvan ik wil gaan proberen na deze periode. Hè? Want het ligt nu natuurlijk helemaal stil. En ik hoop dat het volgend jaar mogelijk is dat er weer, vliegtuigen richting Zweden gaan. Die dan zo af en toe eens een vrouw meenemen. Om gezellig een week bij mij te verblijven. Ja, leuk. Nou, mooi idee. Nou, we moeten het afwachten. Ik ga nog heel eventjes terug naar het geld. Want ik heb nog een paar vragen daarover. Namelijk, wat zou je doen met je laatste tientje? Mijn laatste tientje zou ik bewaren in eerste instantie. En
als ik een zakelijke horrel heb, een zakelijk inzicht krijg, zou ik misschien proberen om dat te vermeerderen. Maar in principe zou ik het bewaren tot er een moment is dat ik een ingeving krijg, dat ik het voor iets kan inzetten, dat ik er iets mee kan betalen. Maar en als je een tientje op straat vindt? Als ik een tientje op straat vind, dan vind ik dat een cadeautje. Dan vind ik dat wel een cadeautje. Dat zie ik als een cadeautje. En dan zou ik ook daar weer van op een moment iets voor kopen als ik denk van ja, daar wil ik dat aan besteden. Ik zou daar wel iets aan koppelen. Dat zou niet zomaar een, een bosje bloemen zijn of zo. Ik zou daar wel een iets aan willen koppelen dat het wat ik ervoor koop ook een emotionele waarde krijgt omdat ik dat tientje gevonden heb op straat. Die koppeling zou ik wel willen maken, omdat het dan iets bijzonders maakt. En we gaan nu eventjes over dromen. Nou, jij hebt volgens mij wel best wel je droom uit laten komen. Of in ieder geval, je bent er wel mee bezig. Maar stel nou dat je gewoon geld als water zou hebben. En het zou gewoon echt, ja, weet je, er is gewoon plenty, plenty, plenty. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Dan zou ik definitief wel in Zweden wonen. Het zou niet eens zo gek heel veel anders zijn dan hoe ik nu mijn leven heb ingericht, hoor. Maar dan, als het dan allemaal niks uit zou maken, dan zou ik de vrouwen die ik ken en waarvan ik denk dat zij ontzettend gelukkig zouden worden van een week bij mij, die zou ik dan ook gewoon daadwerkelijk onder mijn arm meenemen en alles voor financieren als het allemaal en om hen die week van rust te gunnen. Dus nu is dat niet zo, maar op het moment dat geld geen rol speelt, zou ik daar veel meer initiatief in nemen van ik gun het jou, ik gun het jou. En dat misschien wel uitbouwen in Zweden. Dus nu is het een heel klein huisje. Misschien heb ik dan wel 10 leuke kleine huisjes waar je iemand gewoon neer kan zetten zonder dat hij zich alleen voelt, hoor. Want dat is vooral niet de insteek. Het gaat er juist om dat je je geborgen voelt en dat je wel alleen bent, maar niet eenzaam. Dat is natuurlijk wel een verschil. Dus dat zou wel mooi. Zou je ook nog bijvoorbeeld stoppen met je werk? Stoppen met mijn werk. Met mijn werk, dat geeft ook energie. Dat geeft ook inzichten. Dat maakt me ook gelukkig. Dus misschien zou dat wel allemaal op een lager pitje of in een andere verdeling, in een andere balans komen. Maar juist het buitenleven, het boerinnenbloed. Ik zou graag ook dan dieren willen. Zou ik ook een kudde schapen weer willen als ik in Zweden ben. Maar de switch naar in je nette pakkie met je laptop onder je arm en naar een opdrachtgever gaan om daar je werk te doen. Dan kan ik me ook zo rijk voelen als ik dan in de auto zit en ik kom daar vandaan. Dat je je soort van, gek gezegd, zo vrouw van de wereld voelt. Ik heb er echt gewoon heerlijk gewerkt, leuke mensen ontmoet. Bijvoorbeeld ook weer ervaren dat maakt niet uit bij wie je bent of waar je komt. Eigenlijk zijn mensen gewoon in de basis gewoon altijd vriendelijk en aardig. En reageren positief op mij. Ik heb altijd met iedereen nog een leuk gesprek. En dan kan ik terugrijden in de auto en dan voel ik me zo rijk. Dan vind ik dat zo geweldig. Ja, dan kom ik thuis en dan is het eerste wat ik doe is mijn hakken uitgooien, mijn colbert uit en mijn lekkere makkelijke trui weer aan. Dus weet je, dat geeft ook enorm veel voldoening. Juist die twee best wel extreme kanten. Ik zou dat niet zomaar overboord gooien, hoor. Nee. Nee. Het is ook goed om zelfstandig te zijn, hè. Het is heel belangrijk om om daar de vrijheid in te houden ook. Alleen maar doordat je heel veel geld hebt en dan in Zweden gaan wonen, huisjes hebben, mensen blij maken, dat geeft natuurlijk ook heel veel voldoening. Maar persoonlijk heb je ook nog een stukje voldoening nodig. Dat je weer even hebt geknald, dat je weer wat hebt neergezet. Zou ik niet zomaar overboord gooien. Niet zonder meer. Nee, maar dat is mooi. Dat is een goed teken, toch? Je hebt het al even over rijkdom gehad, al je hebt het al meerdere keer genoemd, eigenlijk dingen die jou rijk maken. Zijn er nog meer dingen die jou rijk maken?
Wat ik wel vaak vertel, wat ik ook inderdaad dan ook zo zeg, als ik over Zweden vertel, over mijn huisje, dan zeg wat maakt mij nou rijk? Nou, wat mij daar nou zo rijk maakt, is dat ik 's morgens wakker word. En dan stap ik met mijn haar door de war, ik zet mijn bril op en dan trek ik mijn kaplaarzen aan, in mijn nachthemd loop ik dan. En dan doe ik de voordeur open en dan loop ik het bos in. Hup, in je nachthemd, op je kaplaarzen, eventueel jas eroverheen als het natuurlijk koud is. En dan loop ik een rondje met die hond van 15 minuten, 20 minuten. Dat is een prachtige wandeling door het bos. Inmiddels volg je dan een beetje de route waar ook de wilde dieren lopen. Dus daar is het gras een beetje plat getrapt. Of is het mos wat platter. Je ziet dan eigenlijk een route waar je kan lopen. Dat is een prachtig rondje van 20 minuten. Ik kom daar dan helemaal niemand tegen. Ik loop dan in mijn uppie, zoals ik zeg, net uit mijn bed. En dan loop je zo'n rondje. Je hoort de vogels. Je hoort soms nog het gesnurkachtige of het zware adem van wilde zwijnen die nog in de buurt zijn. Er schiet wel eens een ree weg. Ja, als je het over rijkdom hebt, dat kost helemaal niks. En daar moeten misschien heel veel mensen ook niet aan denken om er zo bij te lopen of zo misschien gezien te kunnen worden. Maar dat is voor mij absoluut het toppunt van rijkdom. Dat het allemaal niks uitmaakt en dat je midden in de natuur bent, in de vroege ochtend, je voelt je zo één met de natuur en je voelt ook tegelijkertijd hoe klein je bent ten opzichte van alles om je heen, de natuur, de dieren. Het gaat allemaal gewoon door, ook al ben jij daar niet. En toch loop je daar en zie je, weet ik het, bloemetjes, paddenstoeltjes, sporen van dieren, de poep van dieren. En ik verwonder me daarover. Ik kan dan echt dat kwartier lang vol verwondering lopen. En nou ja, daar begint je dag dan mee. Dan kan je dag niet meer stuk. En dat vind ik echt rijkdom. En ook, je wordt wakker omdat het licht wordt in Zweden. En dat heerlijk om dat ritme ook te leven. Dus wat je lichaam aangeeft. Het wordt licht buiten, dus dan word je langzaam wakker. En 's middags in de winter, dan wordt het vroeg donker en dan lig je dus ook vroeg op bed. Dan is het helemaal niet raar als je om 9:30 je bedje induikt. En dat is rijkdom. Als je dat kan en durft te leven. Al die dingen die soort van moeten, los te laten. Gewoon doen wat je lichaam je ingeeft. Wat je intuïtie je ingeeft eigenlijk. Ik vind het altijd leuk ook om mensen over hun. Ik vind het leuk om over hun rijkdom te praten. Maar ook over hun goud. En hun goud, dat zie ik eigenlijk als alle kennis, ervaring, inzichten, talenten. Alles wat jij, zeg maar, verzameld hebt in de loop van je leven. En wat je zou kunnen uitdelen aan andere mensen. Als ik jou vraag, wat is jouw goud? Wat zeg jij dan? Ja. Als jij met de intro van je vraag betekent goud, zeg maar, zou ik het vertalen van, is het goud wat je verdiend hebt of wat je nog gaat verdienen, doordat je je kunt uit kunt groeien boven je problemen of het verdriet wat je hebt gehad. Dus dat levert goud op, want dat levert inzichten op, dat levert levenservaring op. En daar ga je op door. En dat toont ook je veerkracht. En dat is goud. Dus het gekke is dat hoe meer verdriet of ellende de zwarte kant van het leven je misschien gezien hebt, hoe groter de kans ook is, als je de veerkracht hebt en de mogelijkheid hebt gekregen om er iets mee te doen, ja, dan straal je ook. Dat maakt ook dat je kan stralen en dat je ook heel erg kan stralen. Dus voor mij betekent dat ik heb een hele goede jeugd gehad, dat zei ik al helemaal in het begin. Maar ja, goed, de relatie tussen mijn ouders is ook niet altijd helemaal goed geweest. Zelf ben ik gescheiden, maar ik heb ook ongelooflijk veel verdriet gehad van. Ik heb één dochter. Gelukkig heb ik één dochter gekregen, maar ik heb daarna toch flink wat miskramen, noemen ze dat dan. En ook een doodgeboren kindje gekregen. Dus wat later in de zwangerschap je kindje verliezen.
En dat verlies waar je ook geen vat op hebt, hè, dat gebeurt dus buiten de regie om. Daar kan je niks aan doen. Je lichaam wil dat blijkbaar niet. Het gekke is dat ik altijd heb gezegd als kind zijnde van, nou, volgens mij ben ik er niet op gemaakt om kinderen te krijgen. En dan prompt krijg ik mijn dochter, die is gelukkig hartstikke gezond, maar die had een enorme groeiachterstand en die is ook met 10 weken te vroeg geboren. Dus dat was echt een prematuur babytje. Dan slaat een schrikje om het hart. En toch wist ik het. Ik heb toch altijd in mijn hele leven gehad dat ik ingevingen heb gekregen op de meest vreemde momenten. En ik wist dat ik op een gegeven ogenblik voor dit kindje echt de rust moest pakken, omdat het anders bij mij weg zou gaan. Nou, het gekke is dan, ja, dan wordt dat ook blijkbaar van bovenaf of door iets geregisseerd dat je dan vroegtijdig weeën krijgt. Dus dan word je opgenomen in het ziekenhuis, moet je aan de weeënremmers. Nou, daar heb ik ruim 3 maanden bedrust gehad en daardoor is zij toch zo kunnen groeien dat ze levensvatbaar was. Maar kwam ze toch nog veel te vroeg ter wereld. Maar na haar, zij heeft het hartstikke goed gedaan in de couveuse. En dat is allemaal niet een zwangerschap die je zeg maar voor ogen hebt. De roze wolk. Nou, ik ken echt totaal geen roze wolk. Dat is echt voor mij heel onbekend. En ik denk, ik vind het een wonder altijd als het goed gaat. En ik heb daarna wel heel veel verdriet gehad, omdat ik wel nog wel 4 kindjes ben verloren. En door dat verlies en door dat verdriet en waar je dan allemaal doorheen gaat, heb ik ook hulp gevraagd. En ben ik daar gelukkig heel erg goed uitgekomen. En helpt het mij nu, als ik eens met mensen praat, omdat ik, en niet als die nou iets een kindje verloren zijn of zo, maar het verlies en het resultaat dat je met niks overblijft, wat de oorzaak ook is, dat herken ik natuurlijk heel erg goed. Dat kan ik heel goed invoelen, want daar ben ik zo dichtbij geweest. Dat rauwe verdriet heb ik zo intens gevoeld. En daar ben ik wel jaren mee bezig geweest om dat een plek te geven. En dat heeft mij nu, levert dat wel goud op, als je het zo noemt, hè? Zoals jij het in je intro vertelde. Dus dat is voor mij wel goud. De levenservaring van ook van een scheiding, van je kind een aantal jaar niet zien, de verdriet wat het allemaal met zich meebrengt. Dat zijn allemaal dingen. Daar kan je zeggen van, nou, dat stop ik weg en daar wil ik niet naar kijken. Maar het verbittert als je niet aan de slag gaat met de problemen die je tegenkomt. Of je verhardt daardoor en het komt een keer naar buiten. Dus ik vind het altijd heel krachtig als mensen, als ze een verdriet hebben, een groot verdriet hebben, en daar zelf niet uitkomen, dat ze hulp zoeken. Want dat is zo krachtig. Het helpt je namelijk verder. En het zorgt dat je veerkracht waarvan je denkt dat het helemaal weg is, dat het elastiekje helemaal uitgetrokken is, dat je dat terugkrijgt. Want je kan veel meer dan dat je zelf denkt. Dat is, verdriet levert goud op. Als je erin zit, dan zie je dat niet. En soms denk je ook van, waar moet ik het allemaal meemaken? Maar het voordeel van de shit is dat er altijd ook groei uitkomt. En dat het misschien de bedoeling is dat je daardoor andere mensen kunt helpen. Of dat je andere mensen beter kan begrijpen. Of dat je een luisterend oor voor iemand kan zijn. Omdat je snapt hoe het voelt. En je hoeft niet alles zelf meegemaakt te hebben om iemand anders te kunnen helpen. Maar het helpt wel. Is mijn ervaring. Ja, het helpt absoluut. Ja. Als het je lukt om een beetje in te voelen, dan helpt het absoluut dat je zelf ook verdrietige dingen hebt meegemaakt. En wat ik zei, ik heb 1 dochter gekregen en toen ik ging scheiden heb ik juist die ene dochter die ik dan levend heb een aantal jaar niet gezien. En dat is, dat maakt... Dat kan je zo kapot maken. Aan dat verdriet kan je zo ten onder gaan. En dat heb ik nooit gewild. Ik weet ook, kijk, als je niks doet, dan gebeurt er ook niks. Maar er is ook altijd, ik geloof heilig, daar geloof ik echt heilig in, dat er bij alles wat er gebeurt, heb je een keuze.
Alleen, soms moet je er even wat moeite voor doen. Maar en niks doen is ook een keuze. Maar ik denk dat er altijd ergens een hand is die je kan pakken om je te helpen. En dat kan soms een anekdote zijn in een boek. Of iets wat je hoort in een film. Of in een liedje. Of iemand die iets zegt. Of een aardig even net goeiemorgen tegen je zegt. Waar je dan misschien net even je verhaal tegen kan doen. Er is altijd, hoe klein dan ook, is er hulp. Is er een helpende hand. Maar ja, dat moet je wel kunnen en willen zien ook. Ja. Dat heeft ook wel iets met wil te maken. Dat denk ik ook wel, ja. En het is ook, en ja, weet je, als degene die het meemaakt, moet je ook een soort van het vertrouwen houden van dat het ook weer ergens een keer wel weer goed zal gaan. En dat is natuurlijk het voordeel van dingen veel meegemaakt hebben. Is dat je weet van, oh, die veerkracht die heb ik en die werkt ook. Dat is ook je wel, krijgt vertrouwen. Ja, krijg je daar ook vertrouwen in, ja. 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 Mooi. Hey, ja, dat is een vorm van goud inderdaad. Als je dat, weet je, de levenslessen en de wijsheden die je mee hebt gekregen. En dat brengt me eigenlijk ook op inspiratie. Vind ik ook altijd een leuk ding. Heb jij een boek of iets waarvan jij zegt van, nou, dat heeft me enorm geïnspireerd. Dat is mijn favoriete boek. Of dat is echt dat je zegt van, nou, zo'n eye-opener. Ik heb ook wel in het verleden veel boeken gelezen van Hans Stolp. Dat was een priester die door doordat hij homo is, de kerk uitgezet is. En uiteindelijk is hij boeken gaan schrijven en lezingen gaan geven. En echt lang geleden, hoor, dan praat ik over. Dat is wel 30 jaar geleden, heb ik wel workshops van hem gevolgd. Omdat ik ben helemaal niet gelovig opgevoed en met de kerk vanuit huis. Maar ik heb wel altijd vanuit mijzelf een zekere zin, een gevoel gehad van geloof. Ik geloof in dat er meer is tussen leven en dood. Tussen de hemel en de aarde, hoe je het ook noemen wil. Maar Hans Stolp was een man en die kan op een ontzettende mooie manier vertellen over de verhalen uit de Bijbel, zonder het zo bijbels of christelijk te maken. Maar juist de geheimen die in de Bijbel staan, om je daarop te wijzen. Dus hij zegt ook eigenlijk van, ja, luister tussen de regels door en kijk ook op een andere manier naar de zaken. En dat is gewoon een hele algemene. Dat is eigenlijk een boodschap die je heel algemeen kan toepassen. En daar heb ik wel heel veel van geleerd. En hij heeft, ja, dat is dan denk ik wel inspireren. Om op die manier ook in het leven te staan. Dus weet je, wat je hoort is niet altijd wat er gezegd wordt. Er zit een verschil tussen. Wat je ziet is niet alles wat je ziet is wat het lijkt. Het maakt niet dat je kritisch of moet twijfelen of argwanend moet zijn. Maar nee, juist. En geef jezelf de kans om door te vragen of om wat langer te kijken of goed in te voelen. Hoe voelt het nou? Hoe voelt het nou voor mij? Welk gevoel geeft dat? En dat heb ik daar wel van geleerd. Daardoor ben ik wel geïnspireerd. En later heb ik een boek gelezen van. Ik ben niet zo'n lezer, hoor. Ik ben helemaal geen. Ik lees wel, maar nu vooral omdat ik Zweeds moet leren. Maar ik heb van. Annette Herfkens heb ik is een mooi boek gelezen. Dat ging. Ik moet even denken, de Turbulentie is dat, de titel. En dat ging over dat is een waar gebeurd verhaal over iemand die een vliegtuigongeluk heeft overleefd. En dat was zij dus zelf. Dus het feit dat zij heeft toen ergens in de bergen van Vietnam, geloof ik, of zo, daar is dat vliegtuig neergestort. Zij was de enige overlevende en zij is na 3 weken gevonden. Dus zij heeft zelfredzaamheid. Zij heeft die veerkracht gehad en zij heeft dat beschreven en zij heeft dat overleefd. En dat heeft zij op zo'n ontzettende gevoelige manier geschreven. Je zit zo in dat verhaal, je voelt zo wat die vrouw daar meemaakt en welke moeilijke keuzes zij moet maken met al die dode mensen om haar heen. Om zelf in leven te blijven, ja, ben je dan egoïstisch? Of, dat zijn dingen, dat zijn allemaal van die dingen die bij haar opkwamen. Maar om zelf te kunnen blijven leven, moet je soms dingen doen die niet
binnen de standaard normen liggen. Je moet wel eens daar buiten stappen om verder te komen. En voor haar was dat natuurlijk heel realistisch om in leven te blijven. Nou ja, goed, dat heeft zij allemaal opgeschreven. Dat was sowieso al heel indrukwekkend. Maar wat vooral ook indrukwekkend was, wat mij greep, is dat zij later trouwde en kinderen kreeg. En toen kreeg zij ook nog een zoon. Nou, niet helemaal zeker, maar in ieder geval met een geestelijke beperking. Ik weet niet, syndroom van Down of wat dan ook. Op een gegeven moment stelt zij in dat boek de vraag, ben ik nou een pechvogel of ben ik nou een geluksvogel? Dus zij heeft zo'n dramatisch ongeluk overleefd. Zij heeft daar natuurlijk lichamelijk heel veel aan overgehouden. Is daar geestelijk enorm door gegroeid. Vindt eindelijk het geluk met een man. Krijgt dan eerst een gezond kind en daarna die zoon. Wat een enorm, wat een kind blijkt te zijn met een enorme zorgbehoefte. Zij stelt zich dan dus de vraag, ben ik een pechvogel of ben ik een geluksvogel? En dat heb ik toen opgepikt en dat heb ik ook altijd bij me. Want ik kan wel tegenzitten, maar ben ik dan direct een pechvogel? Want wat brengt het me? Als ik het nou eens van de andere kant kijk, dan kan ik wel eens een geluksvogel zijn. Dus, weet je, alles heeft twee kanten. En welke kant kies jij? Hoe sta jij in je verhaal? En hoe sta jij in je leven? Welke kant wil je kiezen? Wil je de slachtofferrol ingaan en ga je zeggen dat je een pechvogel bent? Dan zijn de dingen om je heen, zo voel ik het, zo geloof ik het, die gebeuren dan ook om dat te bevestigen. Maar zie je jezelf als een geluksvogel en straal je dat ook uit, dan heeft dat ook effect om alles, op alles om jou heen. En dan voel je je ook een geluksvogel, hoe verdrietig en hoe ellendig het soms ook kan zijn. Soms kom je er dan bovenuit en dan denk je, ja, eigenlijk ben ik toch wel gewoon een geluksvogel. En dan zeg ik niet dat je dingen bagatelliseert, want dat doe je dan juist helemaal niet. Maar je hebt het dan zo doorleefd dat het draaglijk voor je geworden is. En daar gaan natuurlijk jaren overheen. Het is niet iets van een nachtje goed slapen en dan heb je het voor elkaar. Maar het heeft wel te maken met hoe je in het leven staat. En dus dat heeft mij enorm geïnspireerd. Dat is mij altijd bijgebleven. En voor de rest geen ander boek, moet ik zeggen. Nee, maar lijkt me wel voldoende dit. Weet je zegt er ook alles mee. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ja, ik noem mezelf altijd het rijk meisje. En als je kijkt naar de geschiedenis van wat ik allemaal meegemaakt heb de afgelopen tijd. Dus hoe kan je een rijk meisje zijn als je chronische leukemie hebt? Dat is toch heel erg? En dan denk ik, dat is helemaal niet erg. Dat is vooral heel interessant. En dat is vooral heel leerzaam en soms een beetje zwaar. Maar ook weer niet, weet je wel. Dat is maar net hoe je het bekijkt. Nee, maar ook dat je zegt van ja, het voelt soms ook niet leuk. Nee, maar dat mag er ook zijn. Het is natuurlijk niet. Het leven is niet ook niet als ik zeg van nou, ik voel me goed of gelukkig of ik ben een geluksvogel. Precies, betekent ook niet dat je altijd huppelend en fluitend door het leven gaat. Helemaal niet. Want juist heb je ook over die andere kant. Maar dan kan ik me ook, wat jij zegt van ja, ben ik nou een pechvogel met een chronische ziekte? Of ben ik een geluksvogel, een rijk meisje? Maar er moet ook ruimte zijn om je een keertje gewoon een heel erge pechvogel te voelen. Want dat mag ook gewoon. Ja. Ik heb het nooit gedaan. Ik heb nog nooit een pechvogel gevoeld. Met niks. Dus er zijn helemaal mensen die zoiets hebben van, dat heb ik weer. Dat is een zin alleen als, zeg maar, als een grapje. Maar dat is een zin die ik nooit zal uitspreken. Ik denk ook nooit, waarom overkomt mij dit? Ik denk altijd, waarom overkomt mij dit? Interessant. Weet je wel? Dus, maar natuurlijk mag je er verdrietig over voelen. En natuurlijk mag je, weet je, er kleven altijd van allerlei emoties aan. Maar ik vind dan een heel interessant gegeven van hoe kijk je naar dingen? Hoe deal je ermee? Dat is. Hoe maak je het draaglijk? Ja, weet je? Helpt het als je inderdaad jezelf een pechvogel vindt? Helpt dat? Of helpt het als je jezelf een geluksvogel vindt? Nou, mijn conclusie, en ik denk jou ook wel, is dat het helpt als je jezelf een geluksvogel voelt. Omdat het gewoon, toch, ik denk dat het iets met energie te maken heeft. Je krijgt er meer energie van, toch als je de positieve kant benadert. Ja, ook. Zeker voor jezelf en ook voor je omgeving. En je trekt ook het goede dan aan. Je krijgt altijd cadeautjes weer. De onverwachte dingen die je dus helpen met het verdriet waar je mee loopt. Omdat je toch jezelf als een geluksvogel
neerzet. Ook al voel je je echt niet altijd een geluksvogel, want dat wil ik helemaal niet beweren, hoor. Dat we, maar er zit wel een, je hebt een keuze. En welke keuze je maakt, bepaalt wat er voor de rest in je leven gebeurt. En om jou heen, direct om jou heen gebeurt. En ja, daar geloof ik heel erg in. Daar hou ik me ook heel erg aan vast. Dat geeft mij heel erg vertrouwen. Ja, ja, dat snap ik wel. Ja, ja. En jou denk ik ook dan? Mij, 100%. Ja, zeker weten. Ja, ja, ik heb altijd dat denk van, ja, weet je. Ik heb niet het idee dat er nooit meer iets ergs gaat gebeuren. Absoluut niet. Maar ik heb ook niet het idee dat omdat ik al best wel veel heb meegemaakt, dat ik daardoor nu verschoond blijf van verdere ellende. Absoluut niet. Maar ik weet, als er iets gebeurt, dan kan ik ermee omgaan. Dus ik denk altijd van, of ik kan ermee omgaan op een of andere manier, en de kans moet best pittig zijn, maar ik kan ermee omgaan, of ik ga er dood van. Eén van de twee. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus, nou ja, en als je er dood van gaat, dan denk ik, ja, daar hebben vooral mensen die mij eventueel zouden kunnen missen last van. Ik zelf denk ik niet, dus dat maakt dan ook niet uit. Voor mij maakt dat niks uit. En dat is dan wat het is, weet je. Dan denk ik van, oh, ja. Dus, ja. En zo zie ik het. Dus in dat, ja, en dat is een kwestie van ervaring. Dat is een kwestie van ervaring en toch keuze maken. En het is ook denk ik de wil om je vrij te voelen. Want het maakt ook dat jij ook niet vastzit in een angst, zeg maar. Je leeft je leven, je dealt met wat er gebeurt. En je laat je niet beperken door een angst die gaat overheersen. Nee. Bij mij overheerst altijd nieuwsgierigheid. Ja. Dus dat helpt. Als nieuwsgierigheid overheerst boven angst, dan is er altijd een soort houding van, oh, oké, wat is dit, weet je wel? En wat moet ik ermee? En hoe moet ik ermee? Ja. Vooral dat ook, hè? Ja. Van hoe. Ja. En dan bij dat hoe, dan ga ik ook niet zo van, oh, pieker, pieker, pieker. Maar dan vertrouw ik op dat er een antwoord komt. Dus dan begin je al gewoon te lopen en dan, ja. En dan vertrouw je erop dat de weg wel zichtbaar wordt van welke kant het op moet gaan dan. Ja, en het is ook heel fijn als je van jezelf weet dat als het eventjes minder gaat of als het verdriet wat te groot wordt, dat je eventjes de bodem van de put aanraakt, maar dat je ook altijd wel weer weet dat je naar boven gaat klimmen. En er komt altijd wat jij zegt, er komt een signaal of iets op je pad, dat je denkt, oké, dat dus, daarom. En dan ga je daar weer mee verder. Kom je weer een stapje verder. Dus datzelfde gevoel en dat geloof, dat heb ik ook heel sterk, ja. Nou, dat is mooi. Want dan zitten we dus wel op één lijn wat dat betreft. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het voor mensen ook soms heel anders kan zijn, hoor. En dat is natuurlijk ook oké. Hey, Louise, ik ben ook nog nieuwsgierig naar... als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat... Vul in. Als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat... Puntje, puntje, puntje. Iets wat mensen niet van jou weten. Nou, dat ik een ontzettende hekel heb aan claimgedrag. dat... Ja, ik weet niet of ze dat niet echt weten. Maar ik heb ook ik kan ook niet tegen hiërarchie als iemand boven mij gaat staan. Dus hoe zeg je dat? Dominantie. Nou, daar heb ik ook een broertje dood aan. Maar dat is misschien allebei wel, denk ik nu, claimgedrag. En dat ik krijg er echt... Mijn haren gaan overeind staan als iemand mij probeert te beperken in mijn vrijheid. Dus... Daar heb ik een hekel aan. En wat ze, als ze me echt zouden kennen, wat ze zouden weten wat leuk is, dat ik dan, mijn guilty pleasure is echt een biertje drinken en een doosje, hoe noem je dat, pindarotjes erbij oppeuzelen. Dus dat is, nou, als je me echt kent, dan weet je dat. Weet je dat van mij. Oké, verrassend. Nee, maar dit is een hele andere, even een heel ander weggetje in. Maar nee, ik heb een probleem met claimgedrag. Als mensen mij gaan zeggen wat ik moet doen.
Heb jij ook een Amsterdammer? Ik heb een innerlijke Amsterdammer. Als iemand tegen mij zegt, weet je wat jij moet doen? Dan komt altijd de innerlijke Amsterdammer erboven. En die zegt dan altijd, bepaal jij dat? Oh ja. Dat is altijd heel grappig. Die komt dan, bepaal jij dat? Nou, ik denk dat het bij mij is ontstaan, als er nog tijd is voor een kleine anekdote, dat het bij mij is ontstaan toen mijn dochter geboren was. En dan vertelde ik, die was heel klein, prematuur, dus die heeft ze maanden in het ziekenhuis gelegen in een couveuse en daarna in een warmtebedje. En dan krijg je ze daarna thuis. En dan ben je natuurlijk al die weken ben je gewoon, heb je het geleerd van de verpleging in het ziekenhuis, hoe je zo'n klein kindje moet verzorgen, want er zitten allemaal plakkertjes en buisjes aan en toeters en bellen. En dan op een gegeven moment is ze natuurlijk gewoon een normale baby, maar nog altijd een heel klein babytje. Dus toen kwam ze thuis, kon ze niet in een wiegje, maar moest ze in de kinderwagenbak met allemaal kruiken erbij, omdat ze nog warm gehouden moest worden. En toen kwam er iemand van het consultatiebureau, excuses voor de luisteraars die werken bij een consultatiebureau, maar die mevrouw die bij mij kwam thuis, die kwam toen vertellen van dat helemaal fout was hoe zij daar in dat wagentje lag. Ze is in het voorjaar geboren, het was nog koud, dus ze lag met kruikjes en zo allemaal in dat wagentje. En dat kwam bij mij zo binnen van, wie ben jij dat jij komt vertellen hoe mijn kind daarbij ligt, terwijl ik al die weken van het verplegend personeel zo goed ben begeleid en zo goed ben geholpen om zo'n klein hummeltje te verzorgen. En dan komt er zo'n vrouw die helemaal niks van je weet en die komt dan even vertellen van, nee, je moet ze weet ik het, ik noem maar wat, op de zij leggen met een handdoek in de rug en misschien lag ze zo en dat ze juist op de buik moest liggen. Ik weet het niet, maar het was helemaal verkeerd. En toen is bij mij echt heel erg ontstaan wat jij dan het Amsterdammetje noemt. Van, wie ben je nou om te vertellen wat ik moet doen? Hè? Dus dat voelde bij mij toen zo fout. En dat is ook nooit meer weggegaan. Dat gevoel van zo. Weet je, en het gaat er niet om dat je niet met kritiek of zo. Maar het gaat de manier waarop mensen soms iets in je giechel willen. Door je strot willen duwen. En daar kan ik niet zo goed tegen. Ik snap je helemaal. Ik heb nog een paar vragen. Wat zou jij zien als jouw grootste levensles of jouw grootste levensinzicht? Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Het levensinzicht waardoor ik acceptatie vind ik de grootste levensles in het leven. Het inzicht dat ik heb gekregen dat er dingen in je leven kunnen gebeuren waar je geen invloed op hebt. Wat dat dan ook is, maar jij hebt er geen invloed op. Of er gebeuren dingen om jou heen. Maar dus acceptatie, dat je moet leren dat het soms beter is of dat het jezelf helpt om met de stroom mee te gaan en niet tegen de stroom in te blijven zwemmen. Dat is een vorm van acceptatie, maar ook dat je leert accepteren dat er dingen misgaan in je leven. Dat er verdriet is in je leven. En dat je daar wel mee verder kan leven. Maar acceptatie is wel een hele, hele belangrijke les voor mij. Ja, er zijn wel dingen gebeurd in mijn leven. De verlies van een kindje. Een scheiding dat je moet leren accepteren, anders blijf je staan. Dat heeft geen zin. Je moet ermee verder. En er gaan nog meer dingen gebeuren in het leven die ik moet accepteren. En dat maakt dat de dingen die gebeuren niet minder erg zijn. Of het gebeurd zijn niet minder erg zijn. De dingen die gebeurd zijn waar ik veel verdriet van heb gehad, heb ik wel voor mezelf draaglijk gemaakt. Omdat ik vind dat ik ook verder mag leven in geluk. En je zei al dat je niet zo'n heel erge lezer bent. Ik ook niet. Ik luister al mijn boeken. Maar ik ben nog even ter afronding benieuwd naar wat lees jij, kijk jij en luister jij op dit moment? Op dit moment lees ik, omdat ik Zweeds goed, de Zweedse taal goed onder de knie wil krijgen, lees ik een Zweeds boek en dat heet Glöm mig. En dat is dat betekent vergeet mij.
En dat gaat over een familie waar alcohol een heel belangrijke rol speelt, waar een moeder aan alcohol verslaafd is en wat dat voor impact heeft op de kinderen. En dat soort boeken vind ik interessant. Omdat ik vind dat ik de Zweedse taal goed moet spreken en steeds een beetje beter moet kunnen spreken. Dus daarom lees ik boeken in het Zweeds. En dit is toevallig een verhaal wat mij ook wel aanspreekt. Wat zoiets doet binnen families. En een als waar gebeurd verhaal. Dus dat maakt het ook interessant. Maar verder lees ik weinig. En films, televisie. Ja, ik heb in Zweden zelfs helemaal geen televisie. Ik ben geen televisiekijker. Nee, ik volg geen series of van films weet ik helemaal niks. Het komt wel eens voor dat ik gegrepen word door iets en dat ik dan ga kijken. Maar nee, ik zou niks kunnen noemen. Hou je tijd over voor andere dingen. Ik kijk heel veel Zweedse series. Daarom, ik ben Zweeds door de Zweedse series. Ja, dat vind ik ook hartstikke leuk. Maar het is niet zo dat ik, dat Netflix, dat ik dan een hoepetee 14 afleveringen achter elkaar. Of weet ik het, 7 avonden achter elkaar. Ik kan dat niet. Ik kan het niet opbrengen. Het lukt me niet. En luisteren qua muziek? Of heb je dat je zegt van, nou, dat vind ik heel lekker om naar te luisteren? Dat luister ik heel veel op dit moment. Nee, het is. Ik zal je vertellen, toen ik in Zweden was bij de schapen, het huisje waar ik was, daar had ik geen televisie, ook geen radio. Er kwam altijd een vriendin een aantal weken met tijdens de babyboom, de periode dat de meeste lammetjes geboren werden. En zij kon zich echt enorm verbazen dat ik ook geen radio had. Ik vind het echt heerlijk om in stilte te zijn. Ik heb ook weinig radio aan. En ik heb een Spotify-lijst waar ik, als ik in de auto zit of zo, die zet ik wel eens op. Ik ben al vanaf mijn jeugd wel fan van Robbie Williams. Nou, die muziek, dat vind ik soms lekker. Daar luister ik naar. Maar ik vind eigenlijk allerlei soorten muziek leuk. Als maar geen herrie aan mijn hoofd is, want zo noem ik dat vaak. Ik word snel geprikkeld, dus ik heb het liever gewoon maar stil aan mijn hoofd. En als laatste, heb je nog een tip of een advies of een mooie quote voor onze luisteraars? Oh, een tip? Nou, een tip is zeker om natuurlijk tijd voor jezelf vrij te maken. Om dat echt eens een keer te doen. Dat zo enorm veel oplevert, terwijl het eigenlijk weinig kost. Het is echt een weekje weggaan, waar dan ook naartoe, maar even in stilte en alleen zijn. Dat levert zo'n enorm veel meerwaarde op en rijkdom op en inzichten en vertrouwen. Maar dat is denk ik heel belangrijk voor iedereen om dat eens een keer te ervaren. Ja, ik roep altijd, als je niks doet, dan gebeurt er ook niks. En dat denk ik wel, het hele verhaal komt dat ook wel een beetje terug. Als je niks doet, gebeurt er ook niks. Dus ga erop uit, ga aan de slag met dingen, doe wat je leuk vindt. En blijf dicht bij jezelf ook vooral. Leef je droom zoveel als mogelijk. En dat zijn soms hele kleine stapjes, hele kleine dingetjes. Maar maak de keuzes en doe de dingen die voor jou belangrijk zijn. En voor niemand anders, maar voor jou. Ja, nou, dat is mooi. Daar kunnen ze wel wat mee, Hully. Nog eventjes ter info, waar kunnen mensen jou vinden? Ben je online vindbaar? We zetten de linkjes in de show notes, zoals dat heet, bij de podcast. Maar ja, ik heb, ze kunnen mij natuurlijk in Zweden vinden, maar nee, ik heb een website van het concept dat ik heb in mijn huis in Zweden. Wil je dat ik dat hier noem? Ja, dat is natuurlijktsverige.nl. En dat is in het Nederlands Natuurlijk Zweden. Daar heb ik ook een Facebookpagina van. En ik ben voor mijn bedrijf met secretariële dienstverlening te vinden als Louise Office Support. En privé te vinden als Louise van der Linden. Top. Nou,
Als mensen je willen gaan volgen, dan weten ze nu waar ze het kunnen doen. Ze kunnen ook in de show notes kijken. En als ze denken, nou, ik zou dat wel eens een keertje willen in Zweden. Lekker even terug naar jezelf. Nou, dan hebben ze nu genoeg informatie volgens mij. En ja, superleuk. Dank je wel voor je mooie verhalen. En voor je openhartigheid ook vooral. Nou, heel graag gedaan. En jij heel erg bedankt voor de mogelijkheid om het verhaal te doen. En het hele leuke gesprek wat we hadden. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram. @katkolno, 2 aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao.